Goeiedag Conchita, hoe gaat het ermee? Het gaat heel goed. Mooi. Je hebt weer iets opmerkelijks gelezen in de krant. Olieprijzen stijgen weer. Ja, volgens mij vanaf 31 december of 1 januari waren de prijzen gedaald van olie, van benzine. En ik lees dat ze vanaf juli, tweede helft van dit jaar, dus weer gaan stijgen. En oké, ik vind het wel leuk dat ze dat voor de mensen gedaald hebben, omdat ze nog een overschot hebben aan olie. Maar het is wel jammerlijk dat het weer gaat stijgen. Ja, zeker. Je hebt nog een opmerkelijk item. Peutermisbruik. Het is inderdaad een beetje vervelend. Elke dag lees je dat in de krant. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Ik vraag me af waarom die mensen gewoon niet van die peuters kunnen afblijven. Een onschuldig kind. En het is heel erg pijnlijk, voor niet alleen voor het kind, maar ook voor de familie. Wat zou er gedaan moeten worden? Ik weet niet of je het gaat kunnen stoppen. Maar de ouders moeten dan op hun kind letten. Ik zal niet zeggen beter op je kind letten, maar ze moeten op je kinderen letten. En de kinderen moeten vooral ook praten als er al iets gebeurt. Dat bijvoorbeeld oom of tante of wie dan ook, want ook vrouwen doen dat. Ze misschien vervelend aanraken, op een plekje aanraken waar ze niet zo lekker vinden of wat. En dan moeten ze het zeggen aan hun ouders. En die ouders moeten vooral ook aan die kinderen vertellen en zeggen dat als iemand je op een vervelende plek aanraakt, dat het niet leuk is, dat je mama moet zeggen of papa moet zeggen. Want als het kind niet weet dat het verkeerd is, gaat hij denken dat het normaal is. Mm-hmm. Dus dat moet er gebeuren. Die ouders moeten tot de kinderen praten, met hun kinderen praten. En de volwassenen moeten echt van die kinderen blijven. Echt van die kinderen afblijven. Inderdaad. Je hebt nog een opmerkelijk item. Facebook, vertel. Facebook. Ik weet eigenlijk ook niet meer wat ik moet zeggen over Facebook. Omdat ik vaak met mijn vrienden hierover praat. Ik kijk niet zoveel naar het nieuws of ik lees de krant ook niet elke dag. Maar ik ben wel elke dag op Facebook. En via Facebook heb je dan ook bepaalde items die je binnenkrijgt, nieuwsitems. En een van die dingen die met mij stoort zijn de jeugdigen. De jeugd is vreselijk negatief bezig op Facebook. In de zin van, niet allemaal hoor, er zijn ook een paar goeie die Facebook goed gebruiken. Maar in de zin van, ze vechten op Facebook. Ze stelen worden gepakt op Facebook. Ze zetten pikante foto's, pikante filmpjes. Ik zal het op dat woord pikant houden hoor. Het hinderlijke ervan is dat ze alles filmen en zetten op Facebook alsof ze bezig zijn met een of andere film, zijn acteurs geworden of wat. Kinderen in een blauwe uniform, kinderen in een middelbare uniform. Het is gewoon verschrikkelijk wat die kinderen allemaal doen op Facebook. En ik had zoiets van, als je bepaalde dingen doet, want kijk, wij hebben ook dingen gedaan toen wij jonger waren, maar we zijn niet zo geweldig geweest om het te zetten op Facebook of op een of ander, weet ik veel, foto's maken en ermee rondlopen alsof we geweldig zijn. Het is vervelend voor die kinderen. Het is vervelend voor ze doen het zelfs, maar ze denken niet aan de gevolgen. Het is vervelend voor je ouders. Wat zullen je ouders denken als ze je zien op Facebook? Ze pakken je, ze boeien je, ze brengen je weg. Of je bent bezig met een of andere pikante pornofilm. Wat kunnen we nog meer verwachten van Conchita Berggraaf? Nou, ik ben even bezig met mijn medegroep Las Divas. En ook met de band van mijn broertje en ik, Sudhir Binda. We hebben optredens met de meisjes. We hebben laatste diva bijgekregen, een nieuwe. En dus zijn we nu met Danitja Sadio Singh, Janice van Klaveren, Stephanie Rasmali Nunes en Naomi Pikintjo is erbij gekomen. En we treden op, we doen ons werk, we werken gewoon. Dan zeg ik ben niet zo bezig met de krant en dat soort dingen, maar we zijn bezig te werken, we moeten werken voor het land en voor onszelf natuurlijk. Inderdaad. Ik wens je heel veel succes verder en nog bedankt voor de interview. Graag gedaan, mijn schat.